mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Tide of the Twee. Vorige keer waren we hier gebleven. Heel veel enemies zie ik nu. Altijd leuk, ja. En hieronder is er zo'n helmpje, zo'n collectible. Die wil ik ook even hebben, maar ik weet nog niet echt hoe ik daar kan komen. Hallo. Jezus, man. Nou, kan je ook even ophouden? Oh, dat wist ik nog niet eens. Je kan dus ook gewoon granaat gooien. Waar je dus helemaal precies zo in wilt. Oh, jezus, man, hou er even op. Maar kijk, mensen, hieronder zit dus zo'n helmpje. En die wil ik graag eventjes hebben. Maar hoe de fuck kom ik daar, jongen? Dan zou ik misschien. Nee, niet zo. Oh, ik ben dood. Fuck. Ik dacht dat ik er op de grond in stond, maar oké. Kijk, daar is die. Hoe de fuck kom ik daar? Kan ik hier zo langs kruipen? Ja. En dan, daar kan ik helemaal niks. Ik snap het niet precies helemaal om hier ook te zijn. Voor mij, ja, ik weet niet. Oh, moeten we alle enemies opnieuw killen? Dat is altijd weer fijn. Mooi is dat. Nou ja, gelukkig waren er niet heel veel, dus. Het valt op zich ook alweer een beetje mee. Hoppakee, die zijn ook alweer dood. Hopelijk. Oh. Zo, in zijn bakkes. Zo, die is ook dood. Nou, nog meer. Zo, dat is kapot. Nou, moet ik even kijken hoe ik de fuck ik daar nou kom eigenlijk. Wat niet zo in ieder geval. Ja, ah, hier is een ingang. Ik zit echt te kijken hoe ik nou daar kan komen, hoor, bij die fucking helm, maar... Ah, waarschijnlijk kan dat nou niet of zo. Nou ja, in ieder geval, het is niet anders, mensen. Ik had hem al graag gewild, maar... Blijkbaar, ja, ik heb geen flauw idee hoe ik daar kan komen. Oh. Nou, eet maar alsjeblieft maar granaten lekker op. Voor mij zijn ze allemaal dood. Oh, daar is nog een. Zit daar eentje achter van mij. Oh kut, ik zit in het spul. Had ik eventjes niet in de gaten. Godverdomme, ik zou wel dat hij is geworden, maar... Zatje. Kut, lui. Nou, wacht even kijken. We gaan gewoon lekker Rambo erop heen. Zo, dat is echt gewoon fucking grappig hoor, vind ik. Alright, let's go. We gaan lekker verder, mensen. Gaat heerlijk zo. Echt super toffe game.
Alright, nou hier is verder niet zoveel blijven, maar kijk dit ook niet openen? Nee. Ik wacht eventjes. Nou, op zich kunnen we de deur wel open, denk ik. Nou, nee, hier kunnen we helemaal verder niks doen. Checkpoint. Alright, we moeten hier denk ik heen. Tenminste. Hey, kijk eens. Daar is een helmpje. En die wil ik ook wel even hebben. Ik denk dat we daar meer kans voor hebben. Tenminste, dat hoop ik. Even kijken hoor. Ja, en nu. Kan ik zo eromheen lopen? Ja. Hoppakee. Alright dan. En nu. Ja. En nu. Zo dus. Ja hoor, we hebben hem mensen. Oh jezus, 1 van de 6. Godverdomme man. Zo, rustig naar beneden. En let's go. We gaan verder. 1 van de 6. Nou, ik heb sowieso 1 gemist. Want daar kon ik niet bij. Ik vind het wel leuk dat je gewoon met die Titans ook gewoon lekker kan praten enzovoort. We proberen wel echt een band dus op te bouwen. Ik maak die dingen maar kapot. Ik weet niet echt wat ze doen eigenlijk, maar... Kijk, daar is ook nog eentje. Gaan we kijken of we die ook kunnen pakken natuurlijk. Alleen even kijken hoe ik daar naar kom. Want dat is nou wel een aardige hoogte, zie ik. Oh, ik denk dat we sowieso eerst hierheen moeten. En dan daar op die gele buis. Oh, ja, dat gaat nog net goed. Zo, die is dood. En nou? Nee, dat lukt niet. Kut, sorry. De fuck kom ik daar, man? Eens even kijken, hoor. Van mij is het al een beetje bug, want ik zie af en toe gewoon... van mij daarna van de Titan... voorbij komen. Ja, die is hier natuurlijk niet echt in de buurt. Dus ja, dat kan van mij niet helemaal. Maar oké. Kijk, zo hoort. En we hebben hem. Wel bijna dood, maar we hebben hem. Niet sure waarom je daarop kan, maar oké. Hé, hey, wat is dit? Niks, oké. Kijk, what the fuck, daar zie je niet na. Voor mij is dat na van de tijd, maar... Ik weet het niet precies om heel erg te zijn. Oh, daar is hij. Time no CBT. On the contrary, your helmet provided me with a live feed of your actions. You fought well out there, pilot. The controls to deactivate the sludge flower in the next chamber, marking your HUD. We moeten hier sowieso heen trouwens. Dat kan niet kapot voor mij. Fucking kut sniper. Bijna dood. Oh. Dan komt toch al de baas aan. Tenminste. Had ik het zo gehoord. Godverdomme. Oh, kut. Ik ga daar gaan halen aan de verkeerde kant heen.
Ik sprong een beetje verkeerd. Ik sprong per ongeluk heen en dat wou ik dus ook niet, maar oké. Okay. Ga je wel lekker snipen? Zijn er mensen die nog over zijn? Van mij niet echt. Alleen, ja, wat de hel moet ik nou doen? Ik kon er wel op stemmen. Zo, die is ook dood. Oh, ik moet daar iets doen. Ik zie het al. Schrik me dood, man. Titan, kom hier bij mij. Pak op deze gast nog vandaan. Komt de Titan eraan, of? Pump shutdown sequence at 20%. Oh, godverdomme. Oh, mamma mia. Oh! Jezus. Godverdomme, die rare kutspinnen zijn echt moeilijk irritant trouwens. Oh, oh godver... Godverdomme, ik schrik me helemaal dood van die beesten, man. Die lui kunnen ook gewoon springen. Laat zien hoe ze dat kunnen, man. Godverdomme, man. Fuck off. Oh, hij is gewoon echt dood ook nog. Help. Yo, ga dood, man. Oh, mamma mia. Godverdomme, man. Wat een lui, jongen. Jezus Christus. Komt die Titan er ook nog eens in, of wat? Dat mag wat mij betreft anders wel eens een keertje. Voor mij zijn meestal uit dood. En ik heb trouwens 7 bullets. Dat is ook moeilijk, fucked up. Oh, hoe sla ik iemand? Ja, zo, mooi, dank je voor de fucking. Zitten ze hier allemaal binnen? Oh, jezus! Godver, zo'n alaak, wat een kutspin. Come on. Son of bitches, get down. Het duurt lang voordat die Titan een keer is, man. Jezus. Ik zit hier te dood te vechten, man. Moeilijk voor lui. Ja, dat kun je wel zeggen. Nou ja, difficult. Op zich viel het wel mogelijk, maar dat waren, die spinnen waren echt moeilijk irritant. Dan stond er een keer een kutjongen achter je. Ja, en dat is leuk, maar hoe kom ik daar dan? Moet ik daar komen of zo? Wat de hel is nou de bedoeling? Of moet ik die grote deur openen? Ik heb echt een flauw idee, maar dit is wel. Weet ik even een ander wapen hebben? Nee, heb ik niet zo van. Wacht even. Waar is een wapen?
Kom op, maar hier zit al ergens wapens. Echt 100 lui neergeknald en no fucking wapens. Wat ga je menen? Allemaal granaten hier. Nou, ik pak wel een fucking shotgun hoor. Oh, 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 oh. Naar boven, godverdomme man. Oeh, dat was ook nog maar net op tijd. Ik moet denk ik nou iets met dat paneel of zo doen dan. Anders weet ik het niet echt. Nee. De fuck moet ik dan doen? Misschien een eindje naar boven. Dat ook ergens een paneel of zoiets is. Nee. Dan moet ik misschien naar die deur. Nee. What the fuck, man? Wat moet ik naar hem toe of zo? Ik weet echt niet wat de bedoeling nou is. Ik kan van mij wel naar hem toe, dus ja. Tenminste, als ik het zo zie. Er is een mogelijkheid. Ja, oké. Okay, ik moest gewoon dus naar hem toe. Kijk, is daar nog iets hier beneden? Geen blauw helmpje of zo? Nee, voor mij niet. Nou, we gaan er weer in. In de tijd voel je het al wel een klein stukje veiliger. Maar je wel een groot stukje, laat ik het daarop houden. Horen ze maar niet of zo? Ik bedoel dat hoor je toch? Of... Oh ja, deze knaap heeft er natuurlijk geen last van. We kunnen gewoon lekker dan heen stormen hier. Nou, we moeten dus nu naar boven toe. Dat is dus Kane. That's why you're dead. Well, well. Another runaway hero. With an SRS Vanguard class titan. Woo! Now we're talking. Bring it. Nou, deze is maar dood. Dat lukt. Pilot, avoid any pools of thermite. They cause heavy damage. We zien dit eigenlijk een ander wapentje of zo. Walk away, scrub, just walk away. Only a matter of time if I rip you out of that cockpit anyway. Deze is in ieder geval bijna dood. Nou, hij is al aardig voor de helft nou. Even die groene dingetjes op rapen. Nou, je bent al bijna dood hoor, knakker. Dat is die knakker. Wat daar. Ik heb hem! Haha! Ik heb hem met z'n. Dat was niet zo moeilijk, nee. Well done, pilot. Kane's helmet radio is still intact. We should retrieve it. Hoe ga ik hier uit? Dit is een mark en een move. Ja, hoe doe ik dat? Ik moet hem uit deze tijd gaan. Maar hoe ga ik hier uit, mensen? Ik weet niet hoe ik hier uit moet. Oh, tap. Ik moet eens op tap drukken. Ja. Hoe de fuck ga je uit als zo'n titan? Oh, ik moet E. Oh, dat kan je gewoon
drukken. Oké. Okay. Ik zou eigenlijk nog even een kogeltje in zijn bak eens knallen. Nee, dat lukt denk ik niet. Nou ja. Enemy communications has a strong history in warfare. This will work to our advantage. In order to survive, we must keep moving. Ja, we gaan verder. Lijkt mij een goed idee. Zeker, dit is echt zeker een leuke game, mensen. Ik heb het al een paar keer gezegd, maar ik vind het echt wel een leuke game. Into the Abyss, als ik het goed zeg. It could be a short... Maar we gaan verder in de volgende aflevering, mensen. Ik hoop dat jullie het weer een leuke video vonden van Titan voor 2. Ik persoonlijk vind het dus echt een hele leuke game. Zeker een aanrader als je hem nog niet hebt. Doe nou even een blauw duimpje omhoog als je het een zeer leuke video vond. Dat zou ik heel goed waarderen. En dan zie ik je natuurlijk bij de volgende video. Laters!